Yo, Camerlens voor je en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. En dit is een update video van mijn kanaal, maar eigenlijk ook een soort van comeback video. Want ik heb een tijdje geleden een video geüpload waar ik eigenlijk heb verteld dat ik wil gaan stoppen met YouTube. Een soort van stoppen en dat ik wil gaan proberen om te gaan streamen op Twitch. Maar ik heb besloten om dat niet te gaan doen en terug te gaan naar het maken van YouTube video's. En het klinkt misschien heel raar, van eerst zeg je dat je gaat stoppen en dan zeg je dat je niet gaat stoppen. En wat ga je nou doen? Het komt eigenlijk op neer is dat ik gewoon weer YouTube video's ga maken zoals ik in het verleden ook gedaan heb, maar ook een beetje anders. En dat ga ik precies uitleggen wat ik allemaal wil gaan doen. En wat gaat veranderen. En wat het hele streamen. Waarom ik daar niet mee ben doorgegaan. Nou, laat ik daar maar eerst mee beginnen met het streamen. Ik wou proberen. Voor mezelf gewoon proberen om wat meer te gaan streamen. Streamen is iets wat ik vaker heb gedaan. Op YouTube heb ik dagen gehad dat ik ging streamen, vaste dagen ging streamen, maar het is nooit echt iets geweest dat ik heel veel heb gedaan. En ik wou dat gewoon een keer proberen. Ik zei van, ik ga deze zomer ga ik wat meer streamen op Twitch. Ik ben iemand die heel veel Twitch streams kijkt. En dacht van, ik ga het toch gewoon proberen. Maar ik ben erachter gekomen dat het streamen op Twitch niet zozeer mijn ding is. Het is zo dat ik het niet leuk vindt om te gaan streamen op Twitch. En dat klinkt heel raar, van waarom vind je het niet leuk? Ik vind het gewoon niet leuk. Het is zo van, ik vind bijvoorbeeld als ik Ark ga spelen, vind ik het leuk om Ark te gaan spelen. Maar om tegelijkertijd gaan streamen, vind ik iets minder leuk. En daarom kreeg ik een beetje spijt van de beslissing die ik had genomen om te zeggen van, ik ga meer richten op streamen. En minder richt op het maken van YouTube-video's. Dus ik kreeg een beetje een heimwee om terug te gaan naar het maken van YouTube-video's. Dus heb ik al een tijdje geleden besloten om terug te gaan naar het maken van YouTube-video's. Maar dan komen we nu bij hetgene van, wat ga ik anders doen? Ik heb de laatste tijd heel veel momenten gehad, of de laatste periode van YouTube, dat ik een soort van een burn-out had voor het maken van YouTube-video's. Het enige wat ik heel veel deed was het maken van ARK-video's. Omdat het was eigenlijk de enige game die ik leuk vond. En de enige game die ik speelde die een soort van bekeken werd op YouTube. En waar een soort van hype was. Ik heb ook wel Fortnite-video's gemaakt. Maar ik ben geen goede Fortnite-speler. Ik was geen goede Fortnite-speler. Ik speel zelf op dit moment geen Fortnite meer. Dus ik weet niet waarom ik in godsnaam Fortnite noem. Maar ik speelde heel veel ARK, omdat ik dacht van, het is een game die ik heel veel speel op mijn kanaal. Het is een game die goed wordt bekeken op mijn kanaal. Ik ga gewoon ARK-video's maken. Maar dan, omdat ik eigenlijk alleen maar video's maak van ARK, kwam ik eigenlijk een beetje in een probleem dat wanneer een moment dat ik ARK niet leuk meer begon te vinden, ik niks had waar ik video's voor over kon maken. Dus wanneer ik ARK niet meer speelde, maakte ik geen video's meer. En dat wil ik gaan veranderen. Ik wil niet dat kanaal zijn dat alleen maar ARK-video's maakt. En daarom wil ik van mijn kanaal een variety kanaal maken. Oftewel, ik ga heel veel gevarieerde video's maken van gevarieerde games. Ik ga af en toe ARK spelen. We gaan beginnen met een nieuwe Valguero serie. Ja, maar dat gaat geen serie zijn die ik alleen maar speel. Dus ik ga niet heel veel ARK spelen. Ik ga af en toe ARK spelen en af en toe een ARK-video uploaden. Maar niet heel veel. Omdat ik wil meer gevarieerde games spelen op mijn kanaal. Gevarieerde dingen. En af en toe hoort de ARK bij. Ik wil andere games spelen op mijn kanaal. Ik wil bijvoorbeeld een game terugbrengen waarvan ik ooit mijn allereerste video maakte op mijn YouTube kanaal. Is Minecraft. Ik heb mijn allereerste video is Minecraft. Die staat niet bij mijn kanaal. Hij was zo slecht dat ik hem heb verwijderd. Misschien is die er nog wel. Misschien heb ik hem gewoon afgezonderd. Dat hij er nog staat. En misschien breng ik hem ooit een keer terug. Ga ik er misschien een keer op reageren. Ik weet niet. Maar dat soort dingen
lijkt me ook leuk om te doen. Maar ik wil gewoon gevarieerde content maken. Dus ik wil af en toe een ARK video, af en toe een Minecraft video. Ik speel op dit moment op een Minecraft server. Ben ik heel creatief bezig met verschillende dingen te bouwen. En daar wil ik ook video's gaan maken. Een soort van progressievideo van wat ik doe in Minecraft. Want Minecraft is op dit moment weer helemaal popping op YouTube. Minecraft is gewoon het nieuwe Fortnite. Om eigenlijk zo wat te zeggen. Heel veel mensen spelen weer Minecraft. En het is gewoon weer leuk om te spelen. Voornamelijk als je in het verleden heel veel hebt gespeeld. Jaren geleden heb ik heel veel Minecraft gespeeld. Dus het is weer leuk om daar weer terug te komen. Ik ga ook gewoon af en toe video's maken van andere games. Ik heb een hele lijst met games waar ik zeg van, hey, wil ik video voor over gaan maken. Ik wil gewoon een gevarieerd YouTube kanaal zijn. Dus niet speciaal één game of twee games, maar gewoon van allerlei games gaan spelen. Games gespeeld die ik op dat moment leuk vind om te gaan spelen. Ik heb in het verleden heel vaak reacties gehad van, hey, wat ga je weer deze game spelen? Of hey, kun je deze game gaan spelen? En ik zei daar altijd tegen van, oh ja, misschien wel. Misschien ga ik dat binnenkort een keer doen. Maar dat kan er nooit van, omdat ik eigenlijk alleen maar dacht van, oké, ik moet ARK spelen. Dus dat gaat veranderen. Games die ik wil gaan spelen, kan ik er dit moment nog wel een paar zeggen. Dus ARK wil ik spelen, Minecraft zijn games waar ik video's over ga maken. Games die ik in het verleden heb gespeeld, die ik nog steeds wel leuk vind om te spelen, maar geen video's van heb gemaakt. Cities Skylines is daar bijvoorbeeld eentje van. Dat me echt leuk lijkt. Ik wil Pixar weer een keer een kans geven, want die game is helemaal veranderd en helemaal nieuw. En daar wil ik wat mee gaan doen. Wat zijn andere games waar ik nog wat mee wil gaan doen? I don't know. Er zijn van allerlei games waar ik zeg van, hey, daar wil ik een keer wat mee gaan doen. Ja, er zijn een aantal games in mijn Steam library waar ik zeg van, hey, daar wil ik een keer een video van maken. Daar wil ik een keer gaan spelen en een video van maken. En dan zullen we zien wat er gaat gebeuren. Dus waar het neerkomt is, ik ben terug. Je kunt YouTube video's gaan verwachten in de komende tijd. Ik ga me niet houden aan een vast schema. Dus het is niet zo 1-2 keer in de week, 3 keer in de week een video. Ik ga me nog niet houden aan een schema, omdat ik gewoon casual video's wil gaan maken. Casual gevarieerde video's. Dus de ene week kan het zijn dat er 1 of 2 video's online komen. 1 video online kan, de andere week 2. En misschien zelfs een keer 3. Dus dat zijn. Ik ga me niet speciaal houden aan het schema, omdat voor mij helpt dat niet, een schema. Omdat ik toch iemand ben van, hey, ik maak een video en ik bewerk een video en ik upload een video wanneer ik daar tijd voor heb. Wanneer ik echt zeg van, hey, ik wil een video uploaden of maken. Dus dus ik ben terug en op een andere manier. En deze manier wil ik voor mezelf ook leuk maken, want ik vind het steeds leuk om YouTube-video's te maken. Het is een hobby voor mij en ik vind het steeds leuk om te doen. En bepaalde games die ik speel om dat ook op te nemen en te delen met jullie. Dat is de reden waarom ik daarmee ben begonnen. En dat houden we ook zo. Dus dat is wat ik in deze video wil melden. Ik vind het altijd raar om dit soort video's te maken. Dus ik ga heel snel stoppen met deze opname. Dus ja, ik hoop dat jullie net zo enthousiast zijn als ik. Ik ben enthousiast hierover. Ik hoop jullie dus ook. Dus ben je net zo enthousiast als ik. Dat ik terug ben en weer video's ga maken. Laat dan een like achter op deze video. Ben nieuw? Abonneer dan op mijn kanaal voor alle nieuwe toekomstige video's die gaan komen. Dus ik hoop jullie allemaal terug te zien bij de eerstvolgende YouTube video die binnenkort op mijn kanaal gaat verschijnen.